koploper met 6 punten voor op de naaste belagers Kozakken Boys en GVVV. En dat vanwege de 4-1 overwinning afgelopen zaterdag op dat GVVV in Veenendaal. GVVV is natuurlijk een van de betere ploegen ook in de tweede divisie, had ik vooraf gezegd. En met name de eerste helft waren we onder de maat in balbezit. En GVVV kon het allemaal nog belopen. Maar daarna sloeg Jong AZ zijn slag. Vooral Myron Boadu viel op. 15 jaar nog maar en maker van 2 doelpunten. AZ wil hem nog even wat uit de wind houden. Interviews komen nog wel. Maar toch, Boadu staat in de schijnwerpers. Ja, is een groot talent binnen AZ. Zoals wij de meerdere hebben binnen deze club. Maar als zo'n jongen dan 2 keer scoort en het is ook nog live op tv. Ja, dan weet je dat je in de schijnwerpers komt. Maar dit is puur de verdienste van AZ, jeugdopleiding. En deze jongen blijft zeker bij AZ. Daar ben je 100% zeker. Daar ben ik van overtuigd. Martin Haar kijkt liever naar het grotere geheel. En ziet ook dat andere jongens zich prima ontwikkelen. Zoals Jamie Jacobs, 18 jaar uit Purmerend en vorig jaar nog voetballend bij FC Volendam. Dit is mijn eerste jaar hier bij AZ. Dus ja, ik kijk mijn ogen uit, moet ik eerlijk zeggen. En ja, elke week geniet ik er wel heel erg van. Ja, wat is het grote verschil tussen als je bij Volendam voetbalt en je komt hier? Ja, ik moet zeggen, qua topsport is hier echt fantastisch. Met het nieuwe trainingscomplex ook. En ja. Ja. Ja, je staat gewoon helemaal te kijken. Ja, precies. Ja. Het is top hier. En misschien presteert de ploeg van Martin Haar en Kenneth Goudmijn daarom wel zo goed. Jeugd kan gedijen in een topsportklimaat. En dan kan zelfs Jong AZ zonder ook maar 1 eerste elftalspeler topduels winnen. Nou, je bent benieuwd als je met een ploeg op pad gaat van 18,5 gemiddelde leeftijd. Dat had ik uit laten rekenen zaterdagochtend. Dat heb ik ook gebruikt. En ik zei tegen Kenneth onderweg in de bus. Ik ben echt benieuwd nu hoe we ervoor staan tegen zo'n ploeg die gebrand was om van ons te winnen. En het mooie van deze groep was dan zaterdag dat ze zich staande hielden. En daar komt weer een lading goede spelers aan. Zoals Jamie Jacobs, die hier een assist geeft zodat AZ op voorsprong komt. En wie weet speelt Jacobs volgend jaar wel met Jong AZ tegen zijn oude ploeg FC Volendam. Ja, dat zou mooi zijn om dat, om daar tegen te spelen.